Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een super leuke video. Ik heb namelijk een winactie en unboxing van My Jewelry. En zoals jullie weten is het echt een van mijn favoriete webshops. En ik dacht, een winactie en een leuke unboxing kan dan zeker niet ontbreken. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het echt heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Dat zou ik ook heel erg fijn vinden. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ja, ik heb dus een hele leuke winactie waarmee je 2 keer 100 euro shoptegoed kan winnen. Dus dat is echt super leuk. En dan zijn er ook 2 winnaars. Ik zal vertellen wat je daarvoor moet doen. Als eerste, ik zal het ook in de beschrijving zetten. Dus als je het bent vergeten, kan je daar ook kijken. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als je de video helemaal afkijkt. Het is namelijk heel erg belangrijk dat je mij en My Jewelry volgt op Instagram. En dat je ze even volgt op YouTube. En dan laat je een leuke comment achter dat je meedoet. En ik zou het ook heel erg leuk vinden dat je je favoriete item achterlaat. En dan gaan we snel verder met de unboxing. En aan het einde vertel ik iets waardoor je ook meer kans hebt om te winnen. Dus blijf vooral zeker kijken. En dan ga ik het pakketje openmaken. Ik heb een combinatie tussen een beetje sieraden en leuke feestitems en normale items. Ik heb nu ook sieraden om van My Jewelry en een hele chille trui. Die is ook daarvan. Dat is echt een topper. Maar ik ga als eerst beginnen met echt een superleuk item. En dat is namelijk dit jurkje voor kerst of oud en nieuw. Echt, I love it. Het is namelijk een zilver jurkje en ik draag alleen maar zilveren sieraden. Dus voor mij is dit echt perfect. Het is namelijk dit mega leuke jurkje. En kijk die glitters, het is echt bizar. Nou, voor kerst of oud en nieuw is dit echt top. En ik ben ook bijna jarig, dus ik dacht misschien doe ik hem wel met mijn verjaardag aan. Deze is 46 euro en ik had hem dus in een maatje M. Ik hoop dat ik daar een goede keuze in heb gemaakt, want ik twijfel altijd tussen een S en een M bij mij. Maar dat gaan we zo zien op de aanbeelden. Nou, je kan hem dus voor, volgens mij met een strik vastdoen. Ja, je hebt dus ook een mooie strik. En ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zitten. Maar ik vind in ieder geval deze jurk heel mooi. Hij glinstert echt perfect. Dit is het jurkje. Hij zit echt perfect. Je kan hem dus zelf verstellen en strakker doen. Want je kan hem helemaal openmaken. Ik vind hem echt een prima lengte. En hij sluit overal mooi aan. Ik voel me echt net een soort discobal. Omdat hij zo erg glimt. Heel erg leuk voor de feestdagen. Dan heb ik een nieuwe ring. En nou, zoals jullie weten draag ik alleen maar zilveren ringen. En mijn sterrenbeeld is schorpioen. En toen ik zag dat deze ring kwam. Ik heb ook die ketting en de armband ervan. Want ze hebben daar een hele leuke afdeling van. Dacht ik, nou dan kan de ring natuurlijk niet ontbreken. Ik zie nu een klein beetje dat ik schaduw heb. Maar ik kan er niks aan doen omdat ik film met een lamp. Kijk, en daarin zit deze prachtige ring. Met een schorpioen erop. En ik heb deze dus expres in een maatje groter besteld. Dan die ik hier heb. Want ik vind deze ring namelijk niet zo leuk. En dan dacht ik, dan past die perfect hier. En dat klopt. En dan dacht ik, hoe leuk ziet dit eruit. Ik vind hem echt fantastisch. Om. Deze is 20 euro en heb ik dus in het zilver. Je kan hem dus kiezen in maat 16, 17 of 18. Voor mijn ringvinger heb ik maat 16. Maar ik heb dus nu een maat 17 gekozen. Omdat mijn wijsvinger dus ietsje dikker is. Nog een party item. Ik moet even nadenken wat het ook weer is. Oh ja, ik weet het alweer. En dit is een heel leuk truitje. Die is ook al in zo'n hele mooie glitterkleur. En het is dus eigenlijk een kooltruitje, maar dan met glitters. Deze glitters zijn wat meer goud. Of lijkt het maar zo? Nee, het lijkt maar zo. Met een heel mooi hoog kraagje. En dat heeft hij zo een beetje van die pofmouwen. Heel erg leuk. En hieronder kan je dus bijvoorbeeld ook een mooie bralet doen. Want hij schijnt dus een klein beetje door. En je kan dit dan boven een leuke leren broek. Of je kan zelf kiezen hoe je het kan stylen. Ja, ook boven een leuk rokje is ook super leuk. Heel erg leuk voor ook met kerst of met oud en nieuw. In ieder geval voor de feestdagen. Dit is het hele leuke topje. Wat ik heel erg mooi vind is dat hij zo mooi aansluit. Je kan hem ook in je broek doen. En ja, hij zit gewoon heel erg lekker. Soms heb je met dit soort truitjes dat hij kriebelt. Maar dat is echt niet het geval. Dus hij zit mega lekker. Hij is ook lekker mooi lang. Dus je kan hem in je broek doen en je kan kiezen wat je ermee wil. Je kan er ook nog een mooie bralet onder doen. Want je ziet nu dat mijn zwarte BH een heel klein beetje doorschijnt. Ik ga het een beetje wisselen. Dus ik ga nu een sieraad pakken. Heel leuk. Ik zag namelijk dat ze hele leuke oorbellen hadden. Ze hebben deze ook in het goud. Die heb ik echt heel veel voorbij zien komen.
En deze zijn echt heel erg mooi met van die kleine diamantjes. En ik dacht heel leuk voor in mijn tweede gaatje. Daar heb ik nu ook oorbelletjes in. Dus dat zijn deze. Heel erg leuk. Ik zal ze wel even goed in beeld doen. En deze zijn 30 euro. En ik vind ze echt prachtig. Nou, je kan ze dus... Ja, ik heb 3 gaatjes in mijn oor. Maar je kan ze ook natuurlijk gewoon in je eerste gaatje doen. Maar ik vind het altijd mooi als het zo op en af loopt. Dus dat zijn deze. Echt prachtig zijn ze. En dan heb ik een heel leuk blouseje. En een vriendinnetje van mij heeft deze. En ik vind die heel erg leuk. Het is eigenlijk best wel gewoon een simpele blouse. Maar omdat hij van die leuke details heeft, maakt het hem gewoon heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje S. En het is gewoon zo'n handige blouse die je overal onder kan doen. Ik heb nu ook van die heel veel leuke giletjes. Wordt zo'n teddy gilet. En dan vind ik het gewoon heel leuk om zo'n, ja, zo'n leuke blouse eronder te dragen. En hij heeft een beetje van die ballonmouwen. En hij heeft dus ook van die leuke dingetjes bij de armen en ook bij de kraag. En ja, ik dacht gewoon heel erg leuk om te combineren. En ik had eigenlijk helemaal niet zo'n simpele blouse. En dit kan natuurlijk niet ontbreken. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Dit is de witte blouse. Ik heb er nu een zwarte BH onder. Dus ik zou er persoonlijk een witte BH onder doen. Ik vind hem heel erg mooi. Ik heb hem nu een klein beetje in mijn broek. Dat vind ik eigenlijk wel leuk staan. En dit is gewoon heel erg handig om gewoon erbij te hebben. Om er iets overheen te doen of onder een leuke blazer. Dus dat is de witte blouse. Dan als volgende heb ik een heel leuk setje met 3 kettingen. Ik had dit eigenlijk nog helemaal niet gezien. Maar ik vind het een heel leuk idee. En deze is 30 euro. Maar dan krijg je dus 3 kettingjes. En ik vind de laatste tijd die parel dingetjes echt heel erg leuk. Ik had ook in de vorige unboxing had ik ook allemaal leuke dingetjes met parels. En hierbij zitten dus 3 kettingjes. Je hebt ja, wat dikker, een dunner kettingje en dan 1 met pareltjes. En dan kan je ze ook gewoon makkelijk bij elkaar. Want er zit maar 1 sluitingje. En dan weet je gewoon dat het niet door elkaar gaat. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik vind deze er heel leuk uitzien. Ik weet zeker dat ik dit heel veel ga dragen. Omdat ik het ook leuk vind om meerdere kettingjes te dragen. Alleen, het gaat bij mij altijd door de war. Bij mijn jewelry hebben ze wel zo'n handig tussendingetje. Dus misschien moet ik die binnenkort maar eventjes kopen. Dus dat is deze. Dan heb ik echt nog een superleuk item. Ik kan echt niet wachten om deze te dragen. En dat is namelijk een teddy gilet. En ik hou van teddy. En ik hou ook echt heel erg van giletjes. Dus deze kon echt niet ontbreken. En deze is in een mooie witte kleur. Een beetje gebroken wit. Een beetje crème. Ik heb deze in een maatje M en deze is 35 euro. De kwaliteit voelt echt super goed aan. En ik vind het gewoon heel erg leuk om over een basic outfit te gooien. Ik zou hem niet over deze witte trui gooien. Wel als deze een andere kleur was. Maar als ik bijvoorbeeld een andere trui aan heb. Met een zwarte trui met een zwarte broek en ik doe deze er overheen. Dan vind ik gewoon de hele outfit veel leuker. Dus ja, ik ben hier heel blij mee. Ik ben ook blij dat ik hem in een maatje M heb genomen. Want dan is het ietsje groter. Het is niet heel warm, maar daar gaat het ook niet om. Het ziet er gewoon heel erg leuk uit. En ze hebben deze dus ook een beetje in een bruine kleur. En die vind ik ook eigenlijk wel heel erg leuk. Dus deze, echt super leuk. Dan de teddy gilet. Ik zou het niet zelf zo combineren, maar ik vond het wel even handig. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind hem eigenlijk precies de goede lengte. Hij is lekker zacht. En dit kan je eigenlijk over elk outfitje heen gooien. Op zich zou het hier zelfs ook nog overheen kunnen. Dus dat is deze. Heel erg mooi. Dan heb ik nog het laatste item. Ik ga hem er eventjes uithalen. Dat is nog een kettingje. En het is namelijk een heel erg schattig kettingje. En daaraan hangt een letter. En heb ik de naam van mijn vriend heb ik gedaan. Heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om met andere kettingjes te combineren. Super schattig. Dus dat is deze. En deze heb je natuurlijk ook in het goud en ook in andere letters. Wat ik ook gewoon heel fijn vind is eigenlijk dat je alles in goud en zilver hebt. Dus dat is deze. Ik ben echt super blij met de items. En ik ben ook heel benieuwd of ze allemaal gaan passen en leuk staan. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. En doe zeker mee met de winactie. Als je dus je favoriete item achterlaat, met welk item je het hier het leukst van vindt, maak je ook nog eens extra kans. Dus vergeet
mij en My Jewelry zeker niet te volgen. En dan heel veel succes met de winactie. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!